hebben we al een heel stuk hebben we gemaakt. We hebben inmiddels de armen al, de schommel al. Een vogelhuisje hebben we al. En we gaan nu zakje nummer 7 zoeken. 7. Ja, maar even 7. We gaan het eerste huisje gaan maken. Vooral de basis van het eerste huisje. En dit wordt de ouders slaapkamer. Want er zijn 3 huisjes staan. Ouders slaapkamer, kinderkamer en een badkamer achter iets. Hoofdje hier blijven. We gaan lekker bouwen. Dichterbij te halen. Kijk, dit is een beetje de gedetailleerde eerste kamer. De oude slaapkamer, zeg maar. Dit is bed. Hier zie je een kastje met een brief erop. We hebben nog een verrekijker die hier ligt. Nou, dit was heel vernuftig gemaakt. Dit is een stukje wat eigenlijk op een gegeven moment omgekeerd gebouwd wordt. En daarna weer terug omgekeerd wordt aan deze paal. Heel erg cool. Dat is ook een leuke raampje. Ik hoor het hier wel focussen. Nou, dat is uiteraard dan in de kamer zitten nog een laadje zitten eronder. Dan het volgende kastje, dat is de kraan. Nou, in een boom met een kraan, dat is best wel luxe natuurlijk. Nou, dan hier zo, dit wordt dan waarschijnlijk nog een spiegel. Dit is
wasbak en een kompas, altijd handig. Nou, entree, hier komen we natuurlijk binnen. En dan gaan we gauw verder met zakje nummer 8. Volgens het boekje komt hij ook op de boom vandaag. Dus ik ben benieuwd. En Bob krijgt een vriendje. Hallo people. Meet Sean. Hi man. Bob, meet Sean. Hi Bob. Wel even samen kijken hoe dit allemaal verloopt. Ja. Ik ben benieuwd. Dan gaan we verder bij Bob. Hoppa. Oké, let's go. Kijk dan joh, fantastisch man. Echt cool. Ja, echt tof. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Want het houdt hier even op. We gaan volgende keer weer verder. Dag Bob, John.